Yo, Nintendo fans! Er is een nieuw Kirby-spel. Een Kirby die is dol op taart. Wist je dat? Ja, echt. Ja, kijk maar, hij gaat aanvallen. Hij heeft honger. En nee, toch niet. Hij wordt gepakt door de vork. En nu is het een hele kleine Kirby, want Kirby mag de taart helemaal niet opeten. Maar oh, die taart is nu zo groot en zo lekker. Als je het leuk vindt dat er een nieuwe Kirby game is uitgekomen, doe natuurlijk die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren en zet het belletje aan. En wij gaan even een smikkeltoernooitje doen. Dat houdt in dat we meerdere banen moeten doen tegen tegenstanders. En dan moeten we richting deze 50 punten. We moeten proberen die 50 aardbeidjes te pakken. Dus we moeten zo snel mogelijk over deze baan tegen de gele, blauwe en groene Kirby. Dus even kijken of dat gaat lukken. Oh, oké. Nou, bedankt. Bedankt. Ja, lekker. Lekker. Top. Ik ga even deze 5 aardbeidjes pakken. Want onderweg kan je natuurlijk ook allemaal aardbeidjes pakken, jongens. Ik heb nu een tornado. Jemig. Ik weet niet waarom ik er steeds van afvlieg. Maar het lijkt alsof hier een wind staat. En ik heb hem niet gelaten. Ik weet het ook niet, hoor. Maar ik val er steeds bijna vanaf. Helemaal naar. Hier, tornado. Op je bakkes. Lekker. Zo doen we dat. En naar boven. Go Kirby! Let's go! Leuk hamburgerbaantje dit. Kunnen we hier ook overheen? Dat is wel chill geweest als we daar overheen konden. Hoppakee, via het eitje omhoog. Ik heb geen power-up, want die blauwe die heeft de power-up gestolen. Verdorie. En ik word ook nog gesloopt door die gele met een andere power-up. Dit is niet oké. Geef me ook een wapentje! Beuk me niet overal er vanaf de hele tijd. Deze grappies zijn heel vervelend. Heel vervelend. Nee! Hou op! Laat me nou even gewoon lekker met rust. En laat mij gewoon even lekker doorgaan. Hier, ik heb een vuurbal. Hotseflots. Hotseflots. Ik heb nog een vuurbal. En ik maak jullie allemaal kapot. En ik ga via het eitje naar boven. Let's go! En ik wil die 50 punten taart hebben. En die is voor mij. Lekker! 50 aardbeidjes voor Rikkertje. Hoppakee! En nu zijn we gegroeid. We zijn grote Kirby geworden. Hoppakee! 77 aardbeidjes. Nu moeten we de vijanden van tafel vegen. Geen idee hoe we dat gaan doen. Maakt niet uit. Heb ik al power-ups? Nee, nog niet. Gun even. Gun mij ook wat aan. Gun mij gewoon iets of zo. Iets. Ik heb hier een wiel power-up. Let's go. Ja, oké. Daar gaat er één vanaf. Daar is er eentje met 3. Wat ze vlot. Nog één. Ja, lekker. Nou, ik weet niet of dit goed ging. Ik heb geen idee. We staan in ieder geval nog wel eerste. We moeten weer racen naar de aardbeientaart. Let's go. Ik weet niet waarom die twee daar nou al helemaal voor zijn. Die gele en die groene. Hebben die voorsprong of zo? Omdat die nog wat kleiner zijn. Is dat het ding? Ik denk het wel. Ik denk dat zij een beetje geholpen worden. Maar maakt niet uit. We hebben nu geel ingehaald, zo te zien. Moeten we nu hier erin? Oh, en ik word... Tuurlijk moet je mij weer aanpakken. Verdorie. Hier, ik ga jullie allemaal tornadoen. Doei, mazzel. Tot morgen. Dit was de snelle route, maar dat... was niet echt een hele handige snelle route. Ik ga nu gewoon deze route pakken. Oh, en ik ben weer gegroeid. Lekker dit. Hotseflots. Maak even die muur kapot, Rick. Ja, en ondertussen kunnen zij weer allemaal dichtbij komen en mij inhalen. Ja, nee, dat is niet de bedoeling, hè, grappies. Dat is niet de bedoeling, grappie. Hier, hoppakee. Ga er maar lekker af. Doei, blauw. Lekker. Ik heb weer een tornado te pakken. Dat is helemaal top. Oh, of... Ja, wel een tornado. Ja, let's go. Oh, wat? Ik werd geraakt. Nee, kom op. Kom op, door naar die 50. Ah, de groene, die kon me bijna halen. De groene had me bijna ingehaald, jongen. Maar net niet helemaal. Lekker dit. Ah, wat moeten we doen? Moeten we... Oh, we moeten gewoon hier zoveel mogelijk aardbeidjes eten, denk ik. Ze willen me pakken, hè? Ja, ik heb hier wel door. Die blauwe, die wou mij pakken, jongen. Wat? Ik was een steen. Nee, dat hielp lekker. Laat mij er niet afvallen. Ik heb... Oh, nice. Wat heb ik? Ik had iets. Ik weet niet wat, maar ik had iets. Ik ben in ieder geval echt te dikke bollen geworden nu. Echt mega Kirby. Ik heb nu een puddingkie. Kan ik lekker overal erheen? Zo. Ik ga even hier naar boven. Kijk wat hier ligt. Ja, lekker. 240 aardbeidjes. Helemaal. Oh, ik werd gesloopt. Groen heeft me van tafel geveegd. Verdorie. Niet oké. Hey, wil je ook wat aardbeidjes bij mij in de buurt laten vallen, alsjeblieft? Ik wil ook nog wat aardbeidjes scoren. Hallo. Gun mij ook. Oh, pas op. Eentje heeft tornado. Eentje heeft tornado. Ik ben weg. Ik ga hier wel aardbeidjes pakken. En een power-up. Wat is mijn power-up? Soms krijg ik geen eens een power-up, volgens mij. Waarom krijg ik dat niet?
Dus even kijken hoor. 293. Volgens mij is dat een hele goede score. Maar dit was ook nog wel normaal niveau. Het was nog niet heel moeilijk niveautje. We krijgen ondertussen nog wat meer... Ja, hoeveel? We krijgen er nog 80 bij volgens mij. Ik heb wel een beetje medelijden met die blauwe. Die is zo heel klein. Lekker hoor. Laten we kijken of we ook op pittig niveau kunnen winnen. Go, 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 go. Oké, ik denk dat ik gewoon moet proberen om zo snel mogelijk te gaan. Ik denk dat dat de tactiek is. We moeten sowieso die 50 aardbeidjes pakken bij die taart. Wat gebeurt er trouwens als ik zo'n besje pak? En waarom word ik gepakt door de derde CPU? Ga weg joh, met je bandana. Waarom ga jij voor mij? Vind ik niet oké, weet je? Ik pak hier wel die 5 gewoon even mee. Doei. Ik bedoel, we moeten toch allemaal hier wachten voor die muur. Dan kan ik net zo goed even die 5 meepakken, toch? Easy peasy, let's go. Heb ik een power-up? Ik heb geen power-up. Oh, die ene die wou me... Ah, jongen. Laat me met rust. Dit wordt een ding. Dit wordt een ding. Dit wordt een ding. Let's go. We staan niet bepaald voor, volgens mij. Nou, we hebben wel veel muntjes. Dat is wel chill. Maar daar is nog een muur ook. Dus we kunnen op zich wel chillen. En dan heb ik nu een wapen, een wiel. Daarmee kan ik misschien richting de finish straks gaan. Dat zou helemaal mooi zijn. Let's go, let's go, let's go. Oh, dit is heel vervelend. Ik zie amper welke kant ik op ga. Kijk, nu moet ik denk ik mijn power-up inzetten, zodat ik voor ben. Ja, lekker! Dit was ideaal. Op het laatst hebben we die groene nog ingehaald. Heel nice. Maar dit is wel een stuk moeilijker dan op normaal niveau. Maar ja, we staan wel lekker bovenaan. 82. Breek blokken. Oké, breek blokken. Oh, daar, deze blokken. Oh, maar dan gaan we elkaar helpen continu, denk ik. Hier, 3 voor mij. Lekker. Ik wil deze hebben, hier in het hoekje. Daar zitten volgens mij vet veel aardbeidjes in. Ik weet niet of ik al bananen heb gezegd, jongens. Ik ben geneigd om altijd bananen te zeggen tegen aardbeien. Dus dat is niet heel handig. Maar... en het klopt voor geen meter. Maar in Nintendo games zitten meestal bananen en geen aardbeien. We staan nog steeds eerste trouwens, zag ik. En we moeten weer gaan racen. Dus even kijken of we weer zo'n band kunnen hebben aan het einde. Dat zou echt heel lekker zijn. Kijk, die oranje en die groene die zijn al helemaal voorop. Ik denk omdat die derde en vierde staan. Dat die een voorsprong krijgen. Volgens mij werkt het echt wel op die manier, ja. Lekker, oké. We pakken... Ja, we hebben ook een power-up. Helemaal nice. Met deze kunnen we straks een muur skippen. Dus dat is op zich ook wel lekker. Kunnen we dwars door een muurtje heen met deze gelei. Oh, maar die oranje die gaat ook wel heerlijk. Oh, maar ik heb hem wel, lekker kapot gemaakt. Kijk, hoppakee. Nice. De voorsprong is daar. Wat heb ik nu voor power-up? Volgens mij heb ik helemaal geen power-up gekregen. Volgens mij kreeg ik gewoon een aantal banaantjes. Oh, zo. Dit is chill. Wow, dan word je in één keer echt vet ver naar voren geschoten. Heel nice. Heel nice. Volgens mij loop ik echt nu heel erg voor. Ik weet niet of de rest het ook heeft gedaan. Maar als ze dat niet hebben gedaan, dan is dit echt een super chille overwinning. Ja, joh. Ja, joh. We hebben gewoon weer de 50. Jeetje, dat was super chill dat ik daar door die kanon werd afgeschoten. Kijk, en nu kan ik nog extra aardbeidjes gewoon pakken. Omdat de rest, die is nog helemaal niet gefinished. Kijk, nu komt pas de nummer 2 eraan. De nummer 3 is er nu net. En de nummer 4 moet nog finishen volgens mij. Oh, we hebben wel een lekker voorsprongetje nu hoor. 208. Dit is het hoofdgerecht. Dit is de laatste battle, jongens. De laatste battle. Oh, ik moet wel even oppassen. Want ik ging nu gewoon keihard tegen dat ding aan. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Oh, ja. Ze willen natuurlijk mij nu allemaal ervan afgooien de hele tijd. Ja, ik snap het wel. Oh, ik heb het nog net overleefd. Kijk, ze komen allemaal naar mij toe. Niet oké. Ik heb tornado power-up. Ik gooi de groene eraf. Hotseflots, gooi er nog één af. En nog één. Lekker, dit gaat hartstikke goed. We staan nog steeds eerste. We hebben bijna... Oh, daar moeten we even vandaan. We moeten weg van dat ding. Weg van die vork daar zo. Ik heb weer de tornado te pakken. Hopelijk kan ik hem nog... Nee, ik ben eraf gegooid. Dat kost mij muntjes, jongens. Dit kost mij muntjes. Nou ja, geen muntjes. Het kost mij aardbeien. Oh, lekker, lekker. Ja, top. Ik blijf een beetje hieronder, denk ik. Nou, toch niet. Ik ga toch stoer doen. Oh. Oh, nee, niet mij pakken. Ja, ik ben er weer afgegooid. We moeten nu wel een beetje oppassen, denk ik. We staan nog wel eerste. Maar het zou zomaar kunnen dat we straks worden ingehaald door een andere.
Let's go! De laatste arbeidjes, 266 hebben we. Hopelijk is dit genoeg om ook op pittig niveau te winnen. Want er worden natuurlijk nog wat bonussen uitgekeerd. Tot nu toe zijn we wel ruim de grootste. Maar als er nu iemand 160 muntjes krijgt of zo... En waarom zeg ik steeds muntjes? Kijk, die gele... Die gele krijgt er 120, hè, nu. Die gele, die kan mij... Ik ben genaaid door de bonussen. Slaat echt nergens op. Die kreeg gewoon even 120 bonusmuntjes en daardoor heeft hij er 14 meer. Nou, ik stop ermee. Als jij dit ook gemeen vond, dan moet je wel even duimpje omhoog doen. Want als je dan niet duimpje omhoog doet, dan is het net alsof je dit leuk vindt. En dat je tegen mij bent. Dat is niet oké. Dus doe de duimpjes omhoog. Dan zie ik jullie gewoon bij de volgende. Verdorie. Mazzel.